De eerste training van Almere City FC staat officieel pas aanstaande maandag op het programma. Maar vandaag waagden de eerste fanatiekelingen zich alweer op het veld. Onder meer Kees van Buren en Tom Overtoom deden wat conditionele oefeningen en gingen voor het eerst weer aan de slag met de bal. Ja, klopt. Ik ben al eigenlijk anderhalve week, twee weken zo'n beetje bezig bij Proactief, bij onze fysio's. Samen met andere jongens nog, zoals de jongens van vandaag, maar ook nog met Mackie en met Gaston. Dus ja, we zijn al even bezig. Heb je wel een lekkere vakantie gehad? Ik heb een prima vakantie gehad, ja. Lekker op vakantie geweest met de gezin. En lekker mijn rust gedaan met vrienden, familie wat gedaan. Dus ja, goede vakantie gehad. Ja, ik ben lekker twee weken naar Spanje geweest. Heel rustig aangedaan en ben anderhalve week geleden teruggekomen en weer een beetje begonnen om voor mezelf te trainen. Merk je dan zo als de tijd dus strijkt dat het toch ook alweer begint te kriebelen? Ja, ja, je begint steeds meer zin te krijgen. Er komt ook steeds meer wat nieuws op de website en je leest wat dingetjes dat de clubs alweer beginnen. Je ziet transfers, het competitieprogramma hebben we weer gezien. Ja, dan krijg je toch wel weer echt zin om te gaan trainen en te spelen. Ja, bij mij wel. Ik heb natuurlijk de laatste paar weken van het seizoen heb ik verloren. Dus bij mij kriebelt het wel weer. Ja. Je zegt al, je sloot het seizoen af met een blessure. Hoe gaat het op dit moment met je? Ja, gaat wel goed. De knie heeft natuurlijk al een tijdje rust gekregen nu. En vandaag weer wat met de bal gedaan. Op zich voelde dat goed. Is de verwachting dat je dan ook gewoon vanaf maandag direct weer met de groep nu mee kan trainen? Of zul je nog even een apart programma moeten afwerken? Nee, ik ga ervan uit dat ik wel met de groep mee kan doen. Tot op heden vonden er enkele mutaties plaats in de selectie. Jener Arika, Lars Nieuwpoort, Paul Kwaste, Rick ten Voorde, Jasper Walkens, Dylan Lanser en Abdel Metalsi hebben de club verlaten. Daar staat tegenover dat Delphetio Blackson en Leroy Owusu werden aangetrokken. En ook Anas Ahanach en Achiel Vaarnold hebben een profcontract ondertekend in het Janmarstadion. Ja, ik denk dat we wel die twee jongens aangetrokken. Prima versterkingen naar de jeugdspelers die aansluiten. Ja, ik vind het alleen maar prima. Het is wel jammer dat Arika natuurlijk verkocht is. Maar ja, dat is een beetje zo'n voetballerij natuurlijk ook. En ik ben benieuwd of het er nog wat bij komt. Nou, ik denk dat we een hele goede basis hebben. Misschien met een paar versterkingen bij kan je hoge ogen gooien dit seizoen. Vorig jaar hebben we het natuurlijk ook goed gedaan. Dus wat ik al zei, met een paar versterkingen erbij, wie weet. Voorbereiding met veel tegenstanders ook uit het betaald voetballen? Ja, dat is altijd prettig. Kan je goed meten waar je staat. Ik denk dat we een goed oefenprogramma hebben. Nou, heel veel succes dan voor de komende weken en maanden. En dan gaan we toewerken naar het nieuwe seizoen, hè? Ja, zeker.